Hey kijkers van Powermolen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal Powermolen. Ja jongens en meisjes, dames en heren, we zijn weer terug met een nieuwe Mindtopia video. Ja jongens en meisjes, zelfs lang geleden, we waren een enorm lange tijd gestopt met het maken van Mindtopia content. En dat had ermee te maken dat er heel veel gezeik was op Mindtopia. En dat er een nep account al mijn spullen had gestolen en dat de DDG-server daar geen maatregel op heb genomen. Dat was eigenlijk een beetje de reden dat ik was gestopt. Maar ik dacht, het hoeft maar eens weer een keer tijd dat we een Mindtopia video gaan maken. En we gaan vandaag een keertje een OG video opnemen. We gaan vandaag namelijk 20 goodiebags openen in Mindtopia. En jongens en meisjes, Gradle is terug. En we staan hier voor het fantastische huisje van Bart283. Onze vrolijke vriend Bart zei, nou, ik heb een huisje gekocht en ik dacht, laten we hier maar lekker ons huisje opnemen. Kijk, hier zo zie je ook gelijk de Bastard. Allemaal Charmander, Charmander achter het bureau. Charmander op de keuken. Charmander in de zetel. En noem het zo zeker maar op. We gaan even een klein huistoertje doen. Dit is echt een OG plek. Een Strider plek hier aan het meer. Ja, je zit hier echt op een AA locatie. Mocht je het mij vragen. Laten we gewoon maar even naar de vetste plek gaan van het huis. En dat is de ondergrondse grot. Wat je hier zo hebt. Kijk, hier zo heb je een mooi grotje. En hier zo heb je gewoon de lijpe plek. En jongens en meisjes, wie heeft dit nou? Natuur in zijn huis in een soort grot. En ik denk, dit is het juiste moment om de goodiebags te openen. We gaan in totaal 20 goodiebags openen zoals jullie het hier zien. Kijk, hop, 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 hop. We hebben 20 goodiebags. En ik ben benieuwd wat we er vandaag de dag uit gaan halen in Mindtopia. Laten we maar beginnen met de eerste goodiebag. En daar zit in 200 euro. Een Java lichtblauwe broek. En een Funko Pop Appa. Kijk. We hebben hier gewoon Funko Poppen. Kijk, maar moet je die Appa zien? Appa jongens en meisjes, Appa. Oh, dat is leuk. Nou, het is leuk dat Mindtopia nog steeds Funko's heeft. Maar we gaan gewoon even een hele snelle crate opening doen. We pakken gewoon hop, 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 hop. 9 van die goodiebags. En dan gaan we gewoon even rustig alles openen. We hebben hier schoens, we hebben iets blauws, we hebben weer een schoen. En we hebben dingetjes dubbel. En dan gaan we eens even kijken. Oh my god. We krijgen heel veel Funko's. In Yoshi, wat geld. In Knuffel Evie. Team Flamingo in Knight Gear. Oh nee. Het begint wel een beetje te lijken dat je heel Mindtopia kan inrichten. Ongelooflijk. Allemaal gekke skins, allemaal gekke poppetjes. Dus aan de ene kant is dat best wel leuk. En ik denk dat we gewoon even weer terug naar boven moeten. We moeten deze spulletjes even in een kistje gaan leggen. Want ja, we willen graag alles openen. We willen alles sorteren. Alleen eerlijk gezegd, ik weet niet hoe we hier naar boven komen. Laten we hier maar gewoon omhoog klimmen. Let's go! Omhoog, 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 omhoog. Hop. En dan moeten we hier via de portal. En dan gaan we gewoon hier alles in de kist doen. Hop, 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 hop. Ik ben echt zo benieuwd wat we er allemaal uit halen. Dan gaan we zo even de balans doornemen wat we er allemaal uit hebben. Oh jongens en meisjes, ik ben benieuwd of er nog OG dingetjes in zitten. Net als special papers of andere dingetjes. Maar dat weet je natuurlijk nooit, hè. Het is en het blijft Mindtopia. En ja, een keertje met Timo hadden we een hele lijpe sjouwbedrag. Maar dat hebben we dit keer niet. En we hebben hier ook een Knight Horse. En we hebben wat knuffeltjes. En we hebben zelfs een Funko Pop Nick Nelson. En dan gaan we nu onze allerlaatste goodiebag openen. En dat is, oh, ik ben zo benieuwd wat erin zit. Er zit een jerrycan. Ha, dat komt mooi uit. Nu kunnen we eindelijk weer onze auto tanken. Oh, er zitten echt heel veel dingetjes in. Laten we gewoon even alles in de kist leggen. Hier hebben we wat geld. Hier hebben we wat Funko poppetjes. En jongens en meisjes, ik vind dat de crates wel aardig zijn verbeterd. We hebben dingetjes dubbel. Aan de ene kant is dat soms wel een beetje jammer. Maar we gaan eens even kijken. We hebben de Gilly Light Jeep. We hebben een camouflage. Maar moet je zien. We hebben gewoon een horse. Je kan gewoon zeggen van, we gaan gewoon een achterstallig wijkje doen. En we zeggen gewoon van, we plaatsen hier een horse. En dan denken die mensen echt van, oh, een horse in Paul Marlins huis. Nou, in ieder geval, ik vind het er wel dik uitzien. En ik denk dat we hier onze Funko niet meer op kunnen pakken hier. Oei.
Ah, we hebben hem opgepakt. In ieder geval, je kan er dus je eigen hele sfeer van maken. Ik vind het echt leuk dat ze zoveel Funko's hebben. En dat brengt leuke elementen toe aan je huis. En ja, ik ben wel erg blij met mijn... Wacht, kan je nou deze knuffels ook plaatsen? Wow, je kan ook gewoon knuffeltjes plaatsen. Moet je nagaan. Mytopia, Danny, iedereen die het speelt. Ik vind dit wel weer leuk. Oeh, en als we iemand niet mogen en we wel echt een grafkelder maken, kunnen we gewoon zo'n gelatine plaatsen. Oh jee. En is ook zo'n dode cel. Oh nee. Tegenwoordig kunnen veel dingetjes in Mytopia. Dus ik zou zeker zeggen van doe je ding. Willen jullie nou nog meer Mytopia video's van mij zien? Vergeet dan zeker niet te liken. Bij 10 likes komt er nog een nieuwe Mytopia video. En laat even in de comments weten wat ik eigenlijk moet gaan doen in Mytopia. Wat jullie nog graag willen zien. En misschien geven jullie mij wel weer inzicht om weer terug Mytopia op te pakken en weer content te maken. Als jullie dan willen, tenminste, als jullie zeggen van nee, Power Marley, we hoeven je domme Mytopia filmpjes niet meer te zien. Blijf maar lekker weg. Laat het dan ook even weten in de comments. Rot lekker op, Power Marley. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Misschien tot binnenkort bij een nieuwe Mytopia video. En dan zeg ik zoals altijd, later.